real-life gamen. Dat is wat adjunct hoofdredacteur Jesse Moerkerk van Endgamer Magazine dinsdagochtend probeerde in de windtunnel van het indoor skydive in Roosendaal. Al zwevend in de lucht, bij een forse windsnelheid, probeerde hij zo lang mogelijk het spel Super Mario Galaxy 2 te spelen. Hij bood daarmee in werkelijkheid de game na die zich afspeelt in de ruimte. De speler maakt daarbij gebruik van de zwaartekracht. Maar hoe zijn ze op dit idee gekomen? We zaten op de bank bij ons op de redactie van Endgamer zaten wij Super Mario Galaxy te spelen. En er gebeurt van alles natuurlijk. Het speelt zich af in de ruimte en er wordt gespeeld met de zwaartekracht. En dat, nou, op het scherm ziet dat er al heel gaaf uit. Maar we hadden toch het idee dat daar wel... Ja, dat wilden wij natuurlijk in het echt ook. En dan ga je allemaal moeilijke constructies bedenken in de ruimte en dat werkt allemaal niet. Dus kwamen we hier in Roosendaal uit bij het Indoor Skydive Centrum. En hebben we op een gegeven moment geprobeerd of het kon. En het was mogelijk om zwevend te gamen. En toen heb ik gekeken of we daar een record aan konden verbinden. En dat is gelukt. De poging gebeurde onder toezicht ook van de vertegenwoordiging van het Guinness Book of Records. Het duurde even voor die overstag gingen. Ze zeiden wel van ja, het is leuk als je het gaat doen, maar er moet wel minimum van 15 minuten aan zitten. Dus het was nog wel een flinke klus, want de eerste keer dat ik het deed lukte het me geloof ik anderhalve minuut. Maar het is uiteindelijk gelukt, dus ik ben helemaal blij. Jesse ging zelfs na de vastgestelde limiet van 15 minuten gewoon door. Ja, ik ben er wel doorgegaan, maar dat was vooral omdat ik de eindbaas nog wilde verslaan. Maar het is vooral heel erg vermoeiend. Je hangt echt op de wind en mijn schouders begonnen echt redelijk pijn te doen. Dus op een gegeven moment begon ik echt een beetje te zwieren en te zwaaien. En dan is het ook niet meer veilig. Dus toen heb ik de eindbaas verslagen en toen was het mooi geweest. A new Guinness World Record for indoor freefall gaming. With a time of 18 minutes and 52 seconds. Congratulations. Thank you.